allemaal, ik heb voor jullie vandaag mijn favorieten van februari. Ik had er vorige maand geen gemaakt omdat ik examen zat en ik had toch niet echt veel nieuwe producten leren kennen. Maar ja, ik heb gedaan met de examens, dus ik heb heel wat productjes kunnen testen. En er zijn er wel bij waarvan ik echt ben beginnen houden. Echt heel grote favorieten van mij deze maand. En die ga ik aan jullie vandaag laten zien. We beginnen met een nagellakje en dan kies ik voor dit Sally Hansen nagellakje in de kleur 670, Midnight in New York. Ik heb er onlangs een blogpost van geschreven, de blogpost zal ik hieronder linken. Maar het is echt een hele mooie zwarte kleur met van die multicolored glittertjes in. Het is echt anders dan een normale zwarte nagellak die ik al heb gehad. Maar ja, geel, blauw, het maakt de zwarte kleur alleen maar speciaal. Dus ik ben er een hele grote fan van. Ik heb er ook heel veel complimenten over gehad als ik deze droeg. Dus ja, echt wel een favoriet deze maand. Dan mijn favoriete blush van deze maand is deze auto-erotiek van MAC. Deze was van de Magnetic Nude collectie. En deze heb ik echt enorm veel gedragen deze maand. Allereerst het patroontje vind ik prachtig. Maar ook de kleur. Ik bedoel, dit is de kleur heel mooi peachy roze. Gewoon de kleurafgave vind ik al geweldig, maar ook dat hij een speciaal glansje heeft. Niet als een normale blush, waarbij je eerst nog highlighter kan bij toevoegen, maar deze geeft de glans ook al in zich. Dus ik vind hem echt heel fijn, heel mooi kleurtje. En ik ben heel blij dat ik deze nog heb kunnen vinden. Want de Magnetic Nude collectie was natuurlijk al van in januari verkrijgbaar. En ik had echt heel veel schrik dat alles op zou geweest zijn. Maar dat ik deze nog gevonden heb, dat vind ik echt wel heel leuk. Om dan toch verder te gaan met highlighter heb ik deze pen van Catrice. Deze is de Made to Stay Highlighter pen in de kleur I Like. Deze gebruik ik dan als highlighter bij mijn ogen, dus onder de wenkbrauw of hier in de binnenste ooghoeken. Om er toch wat wakkerder uit te zien. En ik vind hem, ja, het is een soort champagne kleur. Champagne roze-achtig. En ik vind hem heel fijn werken, is heel romig, blijft heel goed zitten. En ja, highlight eigenlijk bijna als de beste, dus ja. Deze ook zeker een aanrader. Dan heb ik drie typen oogschaduwproducten. Allereerst mijn Sleek Oh So Special palet. Ik heb er een plakkertje op geplakt. Omdat al die Sleek paletten lijken op elkaar, is het moeilijk om te zien welk palet nu welk is. Maar het Oh So Special palet heb ik in de zomer gekocht. En ik ben er eigenlijk nog altijd fan van. Super mooie kleurtjes. Ik heb hem deze maand echt heel vaak gedragen. Vooral deze kleur gecombineerd met de donkere. Vind ik echt schitterend. Heel mooie kleurcombinatie. Hele goede pigmentatie ook. Dus ja, Sleek paletten. Als je eens iets wilt bestellen op een webshop of je gaat naar Londen of zo, bekijk Sleek toch even. Want ik vind het echt hele goede kwaliteit en je betaalt er bijna niks voor. Dus ja, het Oh So Special palet. Zeker het bekijken waard. Dan mijn favoriete oogschaduw naast het Sleek palet is dit Intense Smoky paletje van Bourjois. Deze in de kleur Rosé Twisté. En ja, het is een beetje messy vooral. Ik heb hem heel veel gebruikt deze maand ook. Maar ik krijg dus twee oogschaduws en dan een liner. De liner heb ik nog wel niet gebruikt. Omdat ik altijd zwarte eyeliner gebruik. Maar die twee oogschaduws in combinatie zijn ook heel goed gepigmenteerd. Een hele mooie combinatie bij elkaar. Heel zacht ook. En de kleuren kan je opbouwen. Dus de lichte en de donkere kleur. En eigenlijk, als je op reis moest gaan, dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Twee oogschaduwkleurtjes en een eyeliner. Met dan nog mascara natuurlijk. Maar ja, dit paletje, heel compact, hele fijne kleurtjes. Je hebt ze in zoveel varianten. Maar deze is toch wel mijn favoriet. Nog iets van Bourjois en deze Color Edition 24 uur... oogschaduws. Het was een heel interessant product, vond ik. Want het ziet eruit als een crème. Deze kleur, ja, speciaal, deze Merveille d'Argent. Deze heb ik heel vaak gebruikt deze maand. Het is, ja, zoals ik al zei, heel interessant qua textuur. Het lijkt een beetje op een crème product. Maar als je erover gaat en het aanbrengt, verandert het net in poeder. Het is heel raar om te zien, maar ik vind het wel echt een heel fijn product. Goede kleurafgave, blijft lang zitten. Je kan het op zichzelf dragen of
met een oogschaduw erover om de kleur een beetje intenser te maken. Dus ja, van mij part vind ik dit echt een topproduct deze maand. En vooral deze kleur. En dan als laatste heb ik deze eyeliner. Deze van NYC, de High Definition Liquid Eyeliner. Ik was eigenlijk niet zo'n hele grote fan van liquid eyeliner. Ik gebruik altijd gewoon oogpotlood of een gel eyeliner. Maar ik dacht van, ja, we gaan hem eens proberen en eens zien wat het geeft. En hij is echt een grote favoriet deze maand. Hij heeft zo'n filterpuntje, waardoor je een heel gemakkelijke controle hebt over het aanbrengen. Je kan een heel lichte streep trekken, maar je kan ook dikker gaan. Ik bedoel, je kan echt alle lijnen trekken die je wilt. Het blijft heel goed zitten. En is niet zo heel, heel, heel zwart. Maar, ik bedoel, ik vind hem geweldig voor de prijs alleen al. En het was eerst wel wat wennen in het begin, omdat gel eyeliner en oogpotlood is net wel ietsje anders dan een gewone liquid eyeliner. Maar eenmaal dat je een beetje oefent, lukt het vanzelf wel. Dus ik denk dat ik ja, wel meer moet liquid eyeliner draaien. Zeker zo van in die pennetjesvorm. Maar ja, dus ook een hele grote favoriet van mij deze maand. Zo, dat waren mijn favorieten van februari. Heel erg bedankt om te kijken en tot de volgende. Ciao.